Hoi, schatjes. We hebben echt super mooie foto's gemaakt. Is op de kaart gepost. Ja, doe je voorzichtig met mijn zoon. It's a wrap. Mama. Dat komt niet dat het mij is. Er was eens een meisje van het Twentse platteland. Ze verhuisde naar het Gooi met haar blonde muzikant. Joehoe. Ze scheurt van op naar her voor presentaties en voor shoots. Oh my god. Ze had alle ballen in de lucht met muk, jodet en snoet. Ze neemt je elke vrijdag mee. Vanuit mijn kantoor. De vakantie is vandaag begonnen. Bij ons in Noord-Holland vallen wij onder. Noord-Nederland heet het volgens mij. Best grappig, want Twente valt daar ook onder. Ik geloof dat het hele land nu vakantie heeft, officieel. Nou, ik wens jullie allemaal een hele fijne tijd. Wij gaan niet echt weg op vakantie. En dat heeft te maken dat Jaap festivalseizoen heeft. En wij een heerlijk huis hebben nu natuurlijk. We hoeven ook niet echt weg. Maar Jaap moet volgende week heel veel optreden in België. Maar echt gewoon elke dag. Dus we hebben besloten last minute om mee te gaan. En dat is allemaal aan het strand in de buurt van Knokke. Nou, wie weet heb ik nog leuke tips voor jullie. En hij heeft ook een golfkarretje geregeld. Zodat we van het ene optreden ook naar het andere optreden kunnen gaan. Dat is allemaal op een paar meter afstand van elkaar. Dat mag in België, daar bij Oostende. Ik heb het idee dat kinderen echt niet doorhebben hoe bekend Jaap in België is. Dus dat wordt nog wel even een dingetje. Het lijkt me eigenlijk ook best wel gek. Soms dan denk ik wel eens over na. Dan denk ik, hoe gek moet het zijn als kind? Dat je vader de hele dag wordt aangeklampt door mensen die met je op de foto willen. We gaan het meemaken. Ondertussen wordt er een hele plant verwoest. Ik moet even ingrijpen. In deze vlog zit... Nou, is eigenlijk mijn hoofd al weggelegd voor Teddy. Teddy. Ted. Echt. Je ligt helemaal dubbel. Ik heb een eerste edit van de vlog gezien. En ik moest zo hard lachen. Dat kind is zo grappig. Het lijkt wel alsof er soms een versnelling op zit. Of dat we een slow-mo erop doen. Maar dat doen we niet. Dat is gewoon echt hoe die is. Dus... Nou ja, kijk het maar even. En ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden. Ik wens jullie alvast een hele fijne vakantie. Ik hoop dat jullie me meenemen op vakantie. Dat ik toch nog een beetje de wereld over ga. En nee hoor, ik kom niks tekort. Maar ik ben er elke vrijdag gewoon weer bij. En ik hoop jullie dan te zien. Fijne vlog. En ja, ik zie er moe uit. Ik weet het. Dat zegt iedereen. Ben je afgevallen? Nee, weer slapeloze nachten. Want Ted is niet lekker. Dus hij heeft een soort van terugval, dus dat maakt dat we er zo uitzien. Ik heb nu ook nog eens een keertje heel veel make-up op, dus daar wordt het niet echt mooier van. Maar we gaan zo meteen varen met het team van Tony. De partners mogen mee. Maar als ik het zo zie, kan ik beter de make-up eraf halen. Doei! Aangekomen in Rotterdam, inkoop voor mijn babykleding. Ja, ik weet niet of ik dat al heb verteld, maar we hebben onwijs veel coole nieuwe kindermerken gekocht. En vanaf deze maand gaat het allemaal online komen. Echt super hippe merken. Ik ben benieuwd wat jullie daarvan gaan vinden. Het is prachtig weer vandaag. Het wordt heel warm. Ik heb graag ook een heel mooi doekje naar de dag. Hopelijk vinden wij leuke dingen. Ik heb leuke dingen, want ik ben in mijn eentje. Vandaag Sofie is natuurlijk met verlof. Wat doe je? Oh, kijk uit voor je blouse. Zet, hoeveel jaar ben jij? Ted. Ted, hoeveel jaar ben jij? Maar goed, ik heb geen wc's. Nee, hoeveel jaar ben jij? Wat gaan we doen? Twee. Twee. Ja, goed zo, twee. Ted, hoeveel jaar ben jij? Vier. Nee. Vier. Papa maken. Vijf. Nee. Twee. Hey. Twee. Ben jij twee? Goed zo. En Ted, hoe heet jij van de achternaam dan? Siebert van Rezema? Ted Siebert van Rezema. Okay. Zal ik je nog even een beetje helpen? Er zit nog iets in. Kom maar. Vlieg? Absa. Ja. Oh, wat doet de vlieg? Hey Ted, wat doet de krokodil ook weer? Krokodil.
zo. Ja, en dan? Wat doet hij dan zo? Dan hapt hij zo, hè? Oké. Nico, die vindt dat mijn haar een beetje leek op een knoflookteentje. Nou. Ik vind meer... Ja, wat vind ik meer? Ariel of zo. Schatjes. Heb ik op video. Toen nummer 1 album 4x40 is de dubbel platina hit Nu wij niet meer praten. Ja, Reesma is niet meer weg te denken uit de Nederlandse en Belgische muziekindustrie. Maar ik zag ook een onderkin die weg is. Ja, dat is wel inderdaad bij... Ja, nou, die foto die is goed geshopt van Ooit Komt Nooit Meer. Dat was ik wel zwaarder. Ja. Maar inmiddels en dan gaan we wat af. Ja. Weet je, het liedje wat ik nu heb uitgebracht... afgelopen vrijdag is uitgekomen dat... Ja, dat is vrolijker. Dat is deze. Ja. Meer zomers. En ik doe dat niet zo vaak. Ik vind ballads mooi. Ik vind het ook wel mooi als er een beetje pijn in zit. En past goed bij moet een keer wat anders doen. Ja. Nieuwe dag. Volle dag inkoop voor dameskleding. Dat vinden jullie allemaal leuk. Maar het duurt nog heel lang voordat het dingen terug. Januari, februari, maart ben ik nu het inkopen. Nou, super kut. We hebben echt super mooie foto's gemaakt. Is alles op de kaart gekost. En nu alles aan het proberen te redden en dan moet alles opnieuw. Hij zegt dat hij niet verbonden is, Robin. Yes! Allemaal nog de inzetten. Maar Robin, we hebben het. Yes! Verjaardag van Kirsten, die wordt 40. In Volendam, het waait super hard hier. Maar toch hebben we gewoon gisteren helemaal losgegaan met de organisatie. Okay. En ik hou van jou, proost. Ik zeg even hyperbim. Hoera! Zij leven lang. Hoera! Zij leven lang. Hoera! Nou is het klaar. Hyperbim, hoera! Yes! Mag ik hem in? Ja, echt. Normaal. En die ook. Normaal. Oh, wauw. We gaan zijn met snusjes. Betty, wat heb jij daar? Laat eens kijken. Wat is dat? Rota. Doe eens, eet je dat? Rota. Hoe lekker, hè? Ted en ik zitten nu in de auto te wachten tot Muk klaar is met zijn zwemles. Ze zijn in het open water aan het zwemmen, maar het is echt koud. Het waait knetterhard. Dus dit is wel serieus goed voor de zwemles. Maar wel pittig ook, denk ik. Ik vind het knap. Jullie jongens. Ik ben zo trots op jou. Was het moeilijk? Ja? Koud? Geen voor het kutje. Begin voor het wel leuk? Ja, het wat storm een beetje, hè? Lekker warme chocolade gekregen, Meuk. Mensen denken. Die alleen maar denken dat ik patat maak in het weekend. Ik heb macaroni gemaakt, hè? Muk heeft buiten geswommen, Joep is zwemles gehad. Papa is aan het sporten. Die mag toch niet mee eten met ons, dus het is top. Die mocht ze even tv kijken. We zijn al gedoucht, naar een bad geweest, haren gewassen. Hè? Dan straks lekker naar bed. Voorlezen.
uit deze. Jij wel die, hè? Nog één keer in. Kan met wel 100 pannenkoeken naar het paleis. Niet toen verscheen tovenaar Pardoes. Pardoes. Die is van de Efteling. Ja, dit is het hele boek van de Efteling. Dit is gewoon ons eigen watertje. Ik moet blijven wennen hoe dat werkt. Mooie pootje. Die kant op. Die kant op. Ja, ja. Kikker. Ja, ja. Die kant kunnen we op. Kijk, een kikker. Kantje op. Kikker. Ja, kikker. Wat doet je kip? De kip zo. Twentseland. Hallo. We hebben de Oudersgeest en nu gaan we naar Lutte en hebben we familie van de familie Kutter. 61. Die komt daar. Man, vrouw. Dat is mijn voetbalbal. Met alle net kind. Kleinkinderen. Grote kinderen. Ik denk dat jullie wel gaan zien. Dat ze op een aantal lijken. Hallo. Zo jongens. Kijk eens naar jullie. Naar opa en oma opgelegen. Kijk eens wat erop staat achterop. Nee, dit is van Tess. En van wie is deze dan? Nog één. Muk en Joep, horen jullie wel? Die krijg je van opa en opa en oma. Heel goede voetballers. Vrouw mijn vader is erg goed. Ja, doe je voorzichtig met mijn zoon. Sam, schop je er nog in? Op de reservebanken, dat is niet voor niks. Met bevallen, coach. Yo. Altijd patiënt. Ik ook. Serieus lekker. Echt wel lekker.
Wat vind jij ervan, Ted, van die baby? Heeft papa kusjes gegeven aan de baby? Hoeveel dan? 3 miljard. 3 miljard is heel veel. Nou, dit schijnt dus een kopietje te zijn van mij van vroeger. Van jullie. Hij komt eraan, Oh, kom. Elektromat. Elektromat, ja. Nummer 10 en 21. Hey, en waarom hebben jullie nou speciaal voor deze gekozen? Nummer 20, daar was het in mijn hoofd. En ik omdat nummer 10 heeft. Ik moest erbij, En Joep, welk nummer heb jij op je shirt? 21, wie is de 21 dan? Frenkie de Jong. En jullie? Nummer 10. Want? Nou, we zijn aangekomen op de productiedag van Eucherin. Een video, misschien hebben jullie het al gezien op Instagram, dat ik heb aangekondigd dat mensen met mij willen praten over hyperpigmentatie. Nou, ik heb 2 mensen uitgekozen, inclusief een exclusief een expert, dus dat komt er nog bovenop. Dermatologen. En nou ja, we zijn haast make-uploos om het ook eerlijk te kunnen laten zien en vertellen. We zijn in de buurt van Haarlem, Zandvoort. We kennen mijn duinen. We gaan hier draaien. Met een hele grote crew. Een beetje geheim. Lisette, wanneer gaan we live? 3 augustus. 3 augustus. Heel even geduld. AUB. Teddy, wat doe je? Nee. Ja, kijk nou maar uit. Kom. Hoe koud? Koud? Hoe koud? Bedoel je warm of koud? Nee. Waterkoud? Water. Teddy, wat doe je? Ga je voeten schoonmaken? Ja, beetje. Teddy, kom. Ted? Nee. Nee, Ted. Foei, dat mag niet. Nee, dat mag niet. Je maakt je moeder helemaal vies met dat vieze water. Nee. Afgelopen. Jij kleine draak, je moeder helemaal niet. Nee, gadverdamme. Wil je vleesje of een bondje? Vind je het lekker eten? Ja. Moet opa het vaker voor ons maken? B, A, B, pizza. Oh, bedoel je zo? Nee, zo. Nee, zo. Neem nog een speciboom. Ik word heel sterk van, niet zo sterk als papa. Wow, Ted. Nee, eerst even om de smaak te neutraliseren. En nou een boontje, een spessieboontje. Gegroeid. Allemaal goed. Allemaal gegroeid. Nou, boontje. Geef mijn papa. Hallo, eet jij nog een boontje? Oh, je bent er alweer klaar voor. Teddy, eet jij nog een spessieboontje? Jij moet nog 2 paar appen. Kom eens, Joep. Nee. Joepie. Laatste app. Joepie. Ja, 3 appen. Joepo. Spessieboom. Ah. Nee, daar. Ted, jij moet ook spessieboom. Ja. Jawel. Zwarte zakjes. Doet je en spessieboom. Doet je en? Lekker. Ted. Wauw. Mooi boekje, Ted. Mama. Dat komt niet dat het mama is. Mama. Mama. Van de reality. Ook een mama, papa. Papa. Oh. Oké. Okay. Mama. Dit is mama, hè? Lijkt wel mama. Mama. Snap het wel, zo blond. Laat eens kijken dan. Laat eens kijken, dan wil ik weten wie het is. Kijk gewoon naar mama.
Nou, dat snap ik wel. Dat gebeurt. Ja, ik vind ook wel dat jij op Dirk Zillenberg lijkt. Nee, dat zijn niet. Mama, dat is. Kijk eens. Mama, dit. Mama, dit. Nee, lekker hoor. Kijk, allemaal is het dan. Amau? Ja, wat wow, doet pijn. Oh ja, mooi. Pijn. Papa, wat een goede plek om je laarzen neer te zetten. Lekker nat weer. Ja. Goed, Ted. Wow, zo. Ted, die. Ted. Nee, andersom. Salto. Ted, die. Wow, goeie. Hoppa. We zijn met de motor naar Coldplay. Leuk idee. En ja, dan moet je hier opmaken. En de kleren uit doen. En... Nou, daar hebben we zin in. Goed vloeren. Coldplay it is. Leuk. We zijn met de motor gekomen. We hebben het overleefd. En nu Coca-Cola uitgenodigd. Lekker eten. En we zijn weer even. Ja, we gaan niet eten. Maar eerst gaan we kijken naar een korte film waarin we laten zien hoe jullie tickets op deze show zo milieuvriendelijk mogelijk maken.